Kijkers van harte, goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. En wel Focus 790, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, president Chandrika Prasad Santokhi brengt bezoek aan Spirit Groentoe. Aanpak wateroverlast, voornaamste uitdaging, districtscommissariaat Wanica Noordwest. OE en Wegenautoriteit Suriname leggen basis voor herstel primaire asfaltwegen. Werkgroep geïnstalleerd ter voorbereiding bezoek Sri Sri Ravi Shankar. En presidentiële werkgroep moet contouren zetten voor CARICOM industrieel beleid. Het bedrijf Spirits Groentoe viert dit jaar zijn 7-jarig bestaan. In verband hiermee heeft president Chandrika Prasad Santokhi een bezoek gebracht aan de onderneming. Dit vond plaats op 3 juni 2022. Het staatshoofd heeft bij deze gelegenheid een rondleiding en een presentatie gekregen, waarbij onder andere het productieproces, het succes, de groei, afzetmogelijkheden en de uitbreidingsplannen van dit agrarisch bedrijf zijn belicht. Bezoek was in het kader van oriëntatie, veldbezoek. Omdat hij bij de opening in 2015 er ook was, wilden wij hem even een rondleiding geven om te kijken hoe het bedrijf is gegroeid in 7 jaar, als ook onze nieuwe projectie en nieuwe bedrijfsplannen presenteren voor de uitbreiding. De plannen zijn dat we dus gaan uitbreiden met het bedrijf. We gaan ons productassortiment ruim vergroten. Onze producties moeten verhoogd worden, zodat we de local en international demand kunnen voldoen aan de demand. Wat we ook plannen is uitbreiding van onze productrange. Dus dat we met meer producten op de markt gaan komen. Als het zover is, dan wordt de gemeenschap wel geïnformeerd over waar dat alles zal plaatsvinden. En hoe praat over uitbreiden, hoe staat het met de vraag naar de producten? Op dit moment kunnen we niet aan de lokale vraag zelf voldoen. Er is enorm veel vraag naar gezond geteelde producten zoals wij die produceren. En lokaal en internationaal hebben we heel veel aanvragen binnen. Dus we moeten op korte termijn uitbreiden om aan die vraag te kunnen voldoen. Nou, het is een hydroponics farm. Iedereen kent hydroponics op buizen met gaatjes erin, maar wij doen het op kokosvezel, kokopiet. De voordelen zijn dat je heel gedoseerd, heel precies mest kan geven, water kan geven. Geen druppel water geef je meer, geen korrelmest geef je meer. Het is grondgebonden ziektes wanneer je buiten teelt, is er niet. Verder is het weer van minder invloed. Regen of zon, je blijft telen, je hebt het hele jaar door water. Ziektes zijn er, de risico's zijn er. Maar de voordelen zijn enorm. Dit moet de toekomst zijn van Suriname. Als we kijken naar productievolume, wat zijn de verschillen, de voordelen ten opzichte van het traditionele landbouw? Nou, als ik alleen tomaat neem, dan halen wij ongeveer 6 keer meer per vierkante meter eruit dan op de traditionele manier. En ik heb altijd. Ik heb altijd. Maar wanneer, in deze zware regens, kijk naar de prijzen, dat geeft al aan de mindere productie buiten. Districtscommissaris Suraksha Hirasingh gaat de uitdagingen binnen haar bestuursgebied niet uit de weg. De burgermoeder zet zich ervoor in om het probleem van wateroverlast tot het verleden te doen behoren. Ook gedurende de huidige regenperiode hebben de verschillende resorten binnen Wanica Noordwest te kampen met een teveel aan regenwater.
In samenwerking met het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing worden momenteel noodoplossingen geboden. CDS-verslaggever Arti Lachman sprak met de DC. We zijn al geruime tijd in het veld, vanaf eigenlijk de eerste regens. Maar ja, wanneer waren de eerste regens? En, want we kunnen praten over een regentijd of een droge tijd meer, want het regent alsmaar door. Dus we zijn wel constant in het veld. Maar de afgelopen regens hebben ervoor gezorgd dat heel veel gebieden in het bestuursresort onder water zijn gekomen. Dus de bestuursambtenaren en veldarbeiders zijn wel constant in het veld om eigenlijk in de gaten te kunnen houden of mensen hulp nodig hebben. Dus de afgelopen weken zijn ze wel in het veld geweest en rapportages hebben ze dus ook wel gedaan naar mij toe. En ik ben zelf ook gaan oriënteren. Ik ben geweest om te kijken dus waar huizen ook onder water liggen en waar we mensen dus kunnen helpen. En zo'n overzicht hebben we al gemaakt. Daarmee zijn we dus nu bezig om te kijken hoe we kunnen inspelen op de noden van de mensen. Ja, u zegt u gaat kijken hoe u gaat inspelen, maar hoe gaat deze aanpak dan eruit zien? We hebben vorig jaar in opdracht van de president een crisismanagementteam in het leven geroepen. Er was eentje centraal vanuit het kabinet, maar er was ook eentje nodig vanuit het district. Dus dan, zodat die afstemming zou kunnen plaatsvinden van wat voor hulp is er nodig en wat kan er vanuit het kabinet aangeboden worden. Dus ik heb toen een groepsapp gemaakt vorig jaar. En ik heb dus daar eigenlijk die groepsapp weer aangewakkerd een beetje nu. Omdat het, de resterende van de maanden vorig jaar het niet echt nodig was om de hulp van alle instanties in te roepen. En dat hebben we dus dan nu weer nodig in deze regentijd. Eigenlijk een beetje meer, want het is een tikkeltje erger dit jaar. En dan heb ik dus die groep weer een beetje aangewakkerd. Die groepsapp is weer nu actief. En wat ik dan doe is een overzichtje maken van type hulp dat nodig is en welke instantie dan daarbij komt kijken. Er zijn mensen dus van gezondheidsdienst erin, er zijn mensen van brandweer erin, de politie is erin, NCCR is erin, de bestuursdienst, LVV. Dus eigenlijk alle instanties die betrokken zouden moeten worden bij type hulp dat nodig is in de resorten. Ja, DC, heeft u intussen al een evaluatie gemaakt van de resorten die onder water zijn? Ja, dus het overzicht wat ik dus aangeef is al gemaakt. Ik ben zelf ook gaan kijken. Je hebt in alle drie resorten wel huizen en percelen en ook labo-percelen die onder water liggen. Dus je hebt resort Quatta, Kwarasang, Leidingen vooral, ligt veel onder water. Dus dat overzicht is al gemaakt. Wat we als eerste kunnen aanbieden op dit moment, tezamen met NCCR, hebben we dus we hebben zakken gehad van NCCR. En zelf hebben we vanuit het commissariaat zand aangeschaft. De veldarbeiders hebben dat gevuld, dus het is eigenlijk echt een samenwerking van ieder. En de RR's komen ze dan later op de dag vandaag, toevallig, jullie zijn vandaag hier, komen ze de zandzakken halen om dan de burgers te voorzien van de zandzakken en ze echt daadwerkelijk fysiek ook te helpen om ze eigenlijk ideeën te geven van waar kan je het plaatsen zodat je dat water uit het huis kan halen en dan hebben ze droog in het huis. Dat is eerste hulp, ja. In opdracht van het ministerie van Openbare Werken en de Wegenautoriteit zullen de aannemers Tjongalanga NV en iRoads herstelwerkzaamheden uitvoeren aan primaire asfaltwegen. Hiertoe heeft op donderdag 2 juni 2022 de ceremoniële contractondertekening plaatsgevonden. Het betreft het herstel van hoofdwegen in Parahuanica en Paramaribo. Kijkt u mee. Ja, dit is een bijzonder contractondertekening tussen het ministerie van Openbare Werken, de Wegenautoriteit en de aannemers. Uitgaande van een aanbesteding die gehouden is om wat wegen te herstellen onder nieuwe eisen. Te weten, innovatieve methoden in de wegenbouw. En daarvoor zijn twee aannemers uiteindelijk geselecteerd geworden voor deze werkzaamheden. Om welke twee aannemers gaat het?
Aannemer Tjongalanga en aannemer iRoads gaan dit werk gezamenlijk uitvoeren met op sommige plekken nieuwe technologie. Het gaat om een aantal kilometers wegen die vooral primaire hoofdwegen zijn. We beginnen eerst daarmee om de toegang van mensen vanuit bepaalde gebieden op de hoofdweg veiliger te maken. Dit is een beetje gebeurd naar aanleiding van die pilot die ik had gedaan bij Latour, Zondagmarkt, waar veel mensen hadden geklaagd over de hoofdtoegangsweg. Nu we een asfaltlaagje erop hebben gezet, zien we dat het veiliger is geworden en schade ook beperkt is geworden. Ik bedoel, auto's gaan niet, banden gaan niet meer kapot en dergelijke. En dit is hetzelfde concept dat ik gebruik. Alleen is het zo dat wij niet alle wegen kunnen doen. Dus we hebben een selectie gemaakt van hoofdwegen waar heel veel verkeer gaat naar Paramaribo. Dat is één. En een tweede is dat we hebben geëist om de kosten natuurlijk te reduceren, om materiaal her te gebruiken. En dat zal bij dit project ook gebeuren. Dit contract gaat alleen over de wegverharding. Er zijn nog additionele bedragen. Dat contract is gesloten tussen het ministerie van Financiën met het ministerie. Dat gaat over de riolering en de grasvoorzieningen en de goten. Dus dat heb ik ook gezegd in de inleiding. Dat is vandaag niet hier, dat is op een ander moment. In feite is ook dat al goedgekeurd en die werkzaamheden worden door het ministerie van OW uitgevoerd en door het directoraat Openbaar Groen. Dus natuurlijk hebben we een regulier asfalteringsprogramma. Dat ziet u, dat loopt in verschillende districten. We hebben al 2 jaar een nat jaar, dus de bedrijven moeten echt goed plannen wanneer het droog is, dan beginnen ze weer asfalt te draaien. We hebben toevallig een CARICOM meeting. Dat begint 3 juli, dus bedoel, sowieso zijn die werken 3 juli niet af. Daarvoor doe ik het ook niet. Het gaat om wegen die inderdaad, zoals de weg Sanderij naar Paramaribo en wat ontsluitingswegen in Paramaribo, die primair in veilige staat moeten zijn. Want je moet weten dat vanwege de ontwikkelingen, vooral in de private sector op offshore gebied, er enorm veel verkeer nu komt. Dus dat heb ik ook een keer gezegd, dat de wegen die voorkeur zullen krijgen, dat is de weg Paramaribo-Nikeri, vooral om ondernemerschap te stimuleren, te bevorderen. En natuurlijk ook toeristen, maar natuurlijk ook wij als gebruikers. Want de wegen die u hebt gezien, u gaat zien dat ze voor al deze 3 categorieën zijn. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op donderdag 2 juni 2022 een werkgroep geïnstalleerd in verband met het bezoek van de wereldwijd bekende vredesambassadeur Sri Sri Ravi Shankar. De spirituele leider arriveert op 14 juli in Suriname. De taak van de presidentiële werkgroep Guruji Sri Ravi Shankar is om het programma na de aankomst van deze vredesprediker te coördineren. Op 25 april 2022 heeft Sri Sri Ravi Shankar een wereldwijde vredescampagne opgezet onder de leus I Stand for Peace. Hij zal in elk land dat hij bezoekt de vredesfakkel aansteken. De werkgroep staat onder leiding van defensieminister Krishna Kumari Mathura. Verder hebben zitting Aarti Abilak, Cliff Griffith en Sam Mathura namens de stichting Art of Living, Vaja Ramratan namens het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Glenn Tiwari en Vinesh Barhu namens het kabinet van de president en een lid van het Directoraat Nationale Veiligheid. De leden van de werkgroep zullen regelmatig met de president terugkoppelen. Het staatshoofd is tevreden met de bereidwilligheid van de commissieleden en vooral met het feit dat het werk onbezoldigd gedaan wordt. Suriname is sinds maart dit jaar ook verantwoordelijk voor het portfolio Industrial Policy binnen het quasi-kabinet van de CARICOM. Het is aan Suriname om in samenwerking met andere lidstaten het raamwerk voor het industrieel beleid voor de regio te formuleren en te implementeren. In dit kader heeft president Chandrika Prasad Santokhi op donderdag 2 juni de presidentiële werkgroep CARICOM Industrial Policy, Nationale Commissie
kabinet van de president geïnstalleerd. De werkgroep staat onder leiding van Daniel Lachman. We zijn speciaal ingesteld omdat Suriname wordt binnenkort voorzitter van de CARICOM. En om goede invulling te kunnen geven aan dat voorzitterschap is er een team bij elkaar gebracht die zal zorgen dus dat we op een goede manier Suriname, maar ook de CARICOM, gaan uitdragen naar de wereld. Want uiteindelijk ben je als Suriname dan voorzitter voor 6 maanden. En dat wil zeggen dat je niet alleen je land vertegenwoordigt, maar je vertegenwoordigt de hele regio in de hele wereld. En dat zal niet alleen zijn tijdens CARICOM-meetings, maar ook op andere meetings zal Suriname in feite als voorzitter van de CARICOM het woord voeren en het gezicht zijn van de CARICOM. En dat willen we natuurlijk doen, zodat elke Surinamer er trots op kan zijn dat wij als voorzitter een goede job hebben gedaan. En daarom is deze commissie ingesteld. De verschillende taken die gaan echt van gewoon simpel desk research doen. We moeten natuurlijk alle standpunten kennen van de CARICOM. Want op het moment dat we voorzitter zijn van de CARICOM, dan vertegenwoordig je niet meer het standpunt van Suriname, maar het standpunt van de CARICOM. Dus hoe denkt men in de regio over de bepaalde issues zoals climate change, klimaatverandering, jeugd, gender, al dat soort zaken, waarvan een aantal in onze portfolio zitten. Industrial policy is er pas aan toegevoegd ook. Hoe gaan wij dat naar buiten toe brengen en het eigenlijk op een goede manier verwoorden naar de wereld toe, zodat we CARICOM eigenlijk een beter CARICOM kunnen hebben uiteindelijk voor iedereen. Niet alleen voor Suriname, maar eigenlijk voor natuurlijk de hele CARICOM-regio. En dat is dus eigenlijk, ja, het zijn de taken. De taakstelling is echt goede papers voorbereiden, goede documenten voorbereiden ten behoeve van de voorzitter, zodat hij op de juiste manier dat voorzitterschap kan invullen. Het hoogst op de agenda, dat is deels natuurlijk ons eigenlijk alle issues, belangrijke issues die altijd spelen binnen de CARICOM. We hebben ons eigen portfolio, maar daarnaast klimaatverandering is een heel belangrijke issue. Maar industrial policy, die heeft daar ook weer een food security. Wat is de impact van de oorlog op dit moment in Oekraïne, op onze regio, op de food security, op de prijzen, inflatie, al dat soort zaken. En dit was het dan weer voor wat betreft Focus. Ik wens u een goed weekend toe. Goedenavond.